leven. U weet misschien niet wie er naast u zit. Ik heb 6 jaar niet kunnen lopen en ik loop weer. En ze kon aan mij niks doen. Ik zou nooit uit de rolstoel komen en ik loop weer. En ik ben mijn pijn kwijt. En dat is hier gebeurd? En dat is hier echt gebeurd. De laatste week van september sinds ze ook weer. Ik ben nooit in Tiel geweest. Het lijkt me zo afschuwelijk om te zien hoe daar arme en domme mensen zich laten beïnvloeden en daar gillend en met stuiptrekking over de grond liggen. En zo'n man dan met een uitgestreken smoelwerk daarbij. Ik heb genoeg beelden gezien, ik heb mensen gesproken die er geweest zijn. Ik hoefde er niet geweest te zijn om te kunnen veroordelen. Ik ben gepensioneerd gynaecoloog. Jarenlang voorzitter geweest van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. En als zodanig scherp criticus geweest van Jomanda en haar activiteiten. Ja, we kwamen er niet omheen natuurlijk. Hè. Het was eigenlijk onverwacht dat zo'n rare, primitieve vorm van kwakzalverij nog zoveel aandacht kreeg. En ook van ons vroeg wel. Ik heb in een vroeg stadium al heb ik haar geadviseerd om het woord genezend medium, tenminste het woord genezend, weg te halen. Medium kan je altijd zijn, maar genezend, dat is nog natuurlijk discutabel. De mensen die nu nog staan en die last van de huid hebben, dus of dat nu vratten zijn of misschien wel huidkanker, die mogen even naar dat fonteintje gaan. Maar dat is een heel eigenwijze vrouw. En ze had zoiets van, nee, helemaal niet. Ik ben gewoon genezend. Ik kan mensen genezen. Daar zijn ook de criticasters over gevallen, over dat woord genezend. Bewijs het maar eens. Nee. Wonderen hebben ze zeker niet voorgedaan. Het is een placebo-effect door suggestie natuurlijk. Mensen zijn wanhopig voor een deel. Of ze hebben hele ernstige aandoeningen, of ze markeren niks. Maar hebben wel de nodige klachten, ook dat komt veel voor. En die mensen gaan met het geloof in hun ogen naar zo'n figuur toe. Maar effectieve behandelingen heeft zij niet in de aanbieding. Mensen hebben vaak zoveel verwachtingen gehad. Ja, die denken, dus ze moet me genezen. En dat is het grote gevaar ook van een healer. Dat is waarom Jomanda denk ik ook zoveel tegenwerking heeft gekregen. Er zijn zoveel mensen ook afhankelijk van haar geworden. Dat is een heel groot gevaar voor een healer. Jomanda, Lady of the Light. Alleen te zien op Discovery+.